geloof dat we allemaal het meest gelukkig zijn als we weten wie we zijn. Als we helder hebben wat onze purpose is. En dat het voor mensen belangrijk is dat ze zich verbonden weten. Verbonden in eerste instantie met zichzelf. Je verbonden weten met je naasten, met de mensen om je heen. Maar ook groter dan dat, met de aarde, met de elementen. Dat je werkelijk voelt dat je onderdeel bent van alles. Top. High five. Wanneer je onrust of een burn-out of fysieke klachten ervaart, is er in essentie niet iets mis met je. Maar eigenlijk is het een hele gezonde roep vanuit je lichaamswijsheid, vanuit je systeem, dat er iets niet klopt voor jou. Dat iets niet past. Door die chaos en verwarring die vaak die moeilijke momenten met zich meebrengen, daarin vind jij jezelf. Als je werkelijk durft te luisteren en als je werkelijk gaat voelen naar de boodschap. Ik heb veel meegemaakt in mijn leven, zowel veel moois als veel moeilijks. En het heeft me allemaal gemaakt wie ik nu ben. En de moeilijkheden hebben me meer kracht gegeven en meer zachtheid. Ik heb kunnen ervaren zelf hoe je van het een op het andere moment alles kunt kwijtraken waarvan je denkt dat het er altijd zal zijn. Ik ben in één klap mijn relatie en daarmee eigenlijk mijn gezin kwijtgeraakt. Mijn huis, prachtig huis, een bloeiende praktijk, financiële overvloed en mijn gezondheid, mijn fysieke gezondheid. Alles om me heen viel weg en daar zat ik met mijn zoontje nog aan mijn borst. Ik heb toen echt mijn leven opnieuw moeten creëren. Opnieuw moeten voelen en kijken wat echt klopt voor mij. En daaruit is zoveel moois geboren. Sinds 2012 begeleid ik mensen op weg naar meer groei, rust, vervulling en het helder krijgen van wie ze zijn, wat hun purpose is. En daarvoor is het heel waardevol als iemand jou die vragen stelt die je vrienden je niet stellen. Iemand die door je maniertjes heen kan prikken en jou kan zien voor wie je bent. En die naast je blijft staan. En die een veilige haven voor jou kan zijn waarin je jezelf nog dieper leert kennen en kunt transformeren. Ik ben altijd geïnteresseerd in de lagen onder de oppervlakte. Zo diep mogelijk, wat drijft iemand echt? Waarom doet iemand wat hij doet in het diepe en niet in de oppervlakte? Het leven is zo wonderlijk. Zoveel magie als je het maar kunt zien, als je het maar wilt zien. Dus naast dat het belangrijk is om je pijn en je angsten en je blokkades aan te gaan, zou ik willen zeggen, dans, leef, heb lief, zing. Want op deze manier, in dit leven, zijn we maar zo kort. Mijn naam is Marienka van Aken. Ik ben holistisch coach.